De VKD-groep bestaat eigenlijk uit 5 bedrijven. Eén is de VKD-groep zelf, dat is echt een handelstak. Hierin worden aluminium composietplaten, natuursteenplaten en acrylaat verkocht. Naast de VKD-groep heb je Vriends Kunststofdesign, 2 bedrijven in China. En als 5e bedrijf hebben we in Tolen hebben we Plastisch Centrum. En in Plastisch Centrum daar is de productie van de VKD-groep. Dus daar worden aluminium composietpanelen worden gebogen en geproduceerd. En ook acrylaatplaten worden op maat gezaagd of worden gefreesd, gevormd, net wat de klant wil. Ja, producten kun je eigenlijk opdelen. Aan de ene kant hebben we acrylaat en acrysijn. Dan hebben we aluminium composiet. En als derde hebben we natuurlijk natuursteen. Het aparte van deze natuursteen is dat we pakken een blok natuursteen. Daar laten we dunne plakken van snijden die we met glasvezel versterken aan de achterkant. En vervolgens doen we er een soort doek op. En dan heb je dan kun je op de vloer een PP ondervloer leggen. En dan kun je eigenlijk de natuursteen als een soort klittenband op de vloer bevestigen. De producten die kom je eigenlijk heel divers tegen. Aan de ene kant in de bouw, dan moet je denken aan gevelbekleding. Maar daarnaast ook in de industrie. Machinekappen, afschermkappen. We zijn zelfs bezig met verkeersborden. En daarnaast alle mogelijke displays. Ja, dus eigenlijk in alle mogelijke situaties kun je onze producten tegenkomen. In de Belgische markt zijn we eigenlijk op zoek naar distributeurs. Maar ook zouden we meer in contact willen komen met de architecten. Omdat we gemerkt hebben namelijk dat de architect in België een belangrijke rol speelt in de fase van de bouw dan in Nederland. En dat zijn vaak de mensen die bepalen wat er echt in komt. Thank you.